Sst, hier moeten we even stil zijn. Welkom op het Begijnhof. We maken kennis met Niels, lid van de Romeins-Orthodoxe parochie. Hallo, ik ben Niels en ik ben lid van de Orthodoxe parochie van de heilige apostel Andreas en heilige Materne in Aalst. Onze parochie is sinds 2005 ingetrokken in deze Begijnhofkerk. Nadat de groep Romeinse orthodoxe gelovigen te groot werd in de parochie in Gent, zochten zij een eigen plek en zijn ze daarom hebben ze eigenlijk deze kerk gevonden. De diensten worden gedaan in een mix van het Romeins en het Nederlands. Ondanks dat onze parochie afhangt van het Romeinse patriarchaat, kan wel elke orthodoxe christen hier gewoon komen meedoen, want we zijn één grote gemeenschap. En uiteraard is ook gewoon iedereen, orthodoxe christen of niet, welkom om de mis te komen meevolgen. We hebben ook een VZW Corfu, die allerlei activiteiten organiseert rond de Vlaamse en Romeinse cultuur. Met inkomsten steunen we goede doelen, zowel in Roemenië als in Vlaanderen, en steunen we ook de renovatie van de Begijnhofkerk. De kerk heeft een lange voorgeschiedenis, want het Begijnhof is eigenlijk heel oud. Hè. Het Begijnhof dateert van 1261. De huidige Sint-Katharina-kerk is niet de oorspronkelijke kerk, maar eigenlijk de derde die hier al staat. Er was eerst een klein kerkje, in een beetje gotische stijl, gewijd aan Sint-Katharina van de Zavel, want deze wijk noemde de Zavel. En dan werd die in de 16e eeuw verwoest door de Geuzen en opnieuw opgebouwd, exact hetzelfde. Ten slotte stond er ook een beetje verderop een Wilhelmietenklooster. En dan in 1787 werden beide kerken afgebroken, ook het klooster werd afgebroken. En met de materialen werd het huidige gebouw opgetrokken. De stijl is bijzonder. Het is een zeldzaam voorbeeld van het neoclassicisme uit de periode van het einde van het Ancien Regime. De stijl is herkenbaar aan de typische voorgevel. Deze voorgevel bestaat uit enkele zuilen met daarboven een driehoekig fronton, zoals de Griekse tempels in feite. Het kerkgebouw is ook beschermd als monument. Het laatste begintje is overleden in 1954. En het was in 1952 dat de stad Aalst begonnen is aan de afbraak van het grootste deel van het Begijnhof en dan sociale woningen optrok met het centrale plein, met het park en de bomen erop. Sinds geruime tijd zijn wij bezig aan de renovatie van de kerk. En een leuke anekdote is dat de bel terugwerkt. De bel is een bronzen klok uit 1514 waarvan de klepel ontbrak. We hebben een nieuwe klepel erin gehangen en nu kunnen we de klok manueel luiden tijdens de mis op zondag. Nog meer bijleren over het Begijnhof? Volg me op weg naar een nieuwe Begijnhofbewoner.